Hi guys, ik ben hier weer met een nieuwe video en ik zit hier weer met Amanda en Jennifer. Yes, en we hebben een tweede video voor jullie gemaakt. Ik vond het zo leuk, ik denk we doen er gewoon nog eentje. En dit is, zoals de titel het al zegt, de Surinaamse tag. Suriname tag. Ja. Wat gaan we doen? Surinaamse tag of de Suriname tag? Ik weet niet. De Suriname tag, dat is wel lekker. Ja, dat lijkt lekker. Ja. Dus de Suriname tag. Ja. We hebben 10 vragen opgesteld en de tag gemaakt. We waren een beetje aan het googelen, we konden eigenlijk niets vinden wat er op leek of iets van de Surinaamse tag. Als je hem zelf ook wilt overnemen, doe dat vooral op je blog, je YouTube kanaal, je Instagram, whatever. Dus laten we snel beginnen. De allereerste vraag is, uit welke buurt, welk gebied van Suriname komen jullie vandaan? Hoe lang hebben we over dat? We moeten gewoon over nadenken. Wie het weet mag het zeggen. Oké, om eerlijk te zijn weet ik alleen waar mijn moeder vandaan komt. Ik zit zelf te denken van mijn vader weet ik dat niet zo goed. Mijn vader geeft altijd aan dat hij uit Para komt, maar mijn moeder komt uit Zorg en Hoop. Dus Frimangong people. Ja, dat? Ja. Okay. En weet jij? Ja, mijn opa komt uit Nikeri. Is van Nikeri, eigenlijk uit Brits Guyana. Oh, ja. En mijn oma komt uit de stad. En die woont uit buurt bij Sophie Redmondstraat daar zo. Een paar straat verder. Ik ken dus echt weinig straatnamen in Suriname, het is echt heel erg. Maar ik weet gelukkig wel ongeveer like, gebieden en zo. Ik weet dat zeg maar de familie van mijn moeders kant, dus laat zeggen mijn moeders moeder, is Para ook. Dus ook Bersaba, dat gebied daar. Dus echt Bersaba, vier kinderen, dat gehele gebied. En mijn vader, dus mijn oma, dus de moeder van mijn vader, dat is allemaal ook Nikeri. Dat is ook allemaal Nikeri. Dus ja. Dat gebied. Oh, dat was dat. Leuk. Ja, verder weet ik niet. Ik zou het wel graag verder nog willen, die hele geschiedenis en zo weer ontdekken. Het is wel leuk om te weten inderdaad. Ja, toch? Oké, vraag 2. Wat zijn de leukste plekken om te bezoeken in Suriname? Goed. Wat zijn de leukste plekken? Ik moet zeggen, ik ben er, even denken, 4 jaar geleden voor het laatst geweest. In april ga ik weer. Ook met de vloggen waarschijnlijk. Dus en dit jaar ga ik echt een toerist uithangen, want 4 jaar geleden ben ik alleen in de stad geweest en naar Bergendal, wat ik wel leuk vond, Bergendal. Ja. Heb ik de Karelbaar tour gedaan over Suriname. Dood eng. Ik vond het eng, maar het was wel leuk. Heb jij nog dingen dat je denkt van... Nope. Gewoon nee? Dat komt zo meteen wel, dan begrijp je het ook. Ik heb inderdaad Bergendal staat ook wel hoog op mijn lijstje, vond ik ook wel heel leuk. Ik vond het gewoon nice om te zien dat ze van een plantage zo een resort hebben gemaakt. Ja. En dat zeg maar niet die hele plantage is weggevaagd, maar het verhaal is er nog wel nog steeds. Ja. Dus het is niet toeristen, maar ook nog een beetje verhaal. Uh-huh. En dat vond ik inderdaad heel leuk. Binnenland ook. Ik heb een hele avontuurlijke tante. En toen zijn we echt naar binnenland gegaan. Ja, en nu ik erop terugkijk, denk ik van ja, dat was wel spannend, leuk en zo. Maar toen ik er was met mijn nichtjes en zo, we vonden het echt eng. Ik zeg je eerlijk. Want het was geen georganiseerde tour. Hè. Het was niet, we gaan met een gids op tour of wat dan ook. Het was echt mijn tante die zei van jongens, we gaan naar het binnenland. Want een van mijn pleegkinderen die komt daar vandaan en ze hebben zijn kinderen nog niet gezien. Dus we gaan gewoon met z'n allen. Zaten we zo in een Korea. Nou, laten we wachten. Eerst over die bauxietweg, echt een paar uur lang. En dan steeds moet je echt blij van. We waren gewoon helemaal rood, hè? Ja. Haar was rood, kleding was rood, alles was rood. En daarna moesten we nog in zo'n koreaal zitten. En dan met al die spullen die we voor iedereen hadden meegenomen. Dus die boot lag laag in het water. Vraag 3. Wat vind je het lekkerste Surinaamse gerecht? Hereri. Hereri. En Antua. Dat is mijn favoriet. Antrua, dat kan ik bijna elke dag eten. Ja, met smoking. Who are you? Oeh, heerlijk. Ja, man. Ja. Niet? Nee, ik hou niet van Antrua. Echt niet. Echt niet. Nee. Oh my. Oh, oké. Okay. Ik vind tijerblad vind ik wel erg lekker. Mm-hmm. En zo propose. Nee, so dat propose. Vind ik dan weer niet lekker. Nee? Oh, lekker. Maar Antrua heeft mijn voorkeur. Ja? Ja. Nee.
En wat ik ook heel erg lekker vind, ik hou heel erg van pastei, vooral als mijn oma het maakt. En de fiado van mijn oma. Oh, like, yes, daar hou ik ja, van. Dus die ja. dingen, like de zoete dingen die als mijn oma ze maakt, yes. Ja. Bij andere mensen is het altijd een beetje zo van, even kijken. Je bent altijd gelijk. Als je iemand komt van, maar wie heeft het gemaakt? Ja. Even kijken, en wat kan je zelf het lekkerste maken? Het een Surinaams gerecht. Ik bel mijn moeder. Pastei? Ja. Dat, ja. Ja. Gewoon echt dat je denkt, je eet het en je denkt van, oeh, ja. Dit is het. Dat is comfort food, ja. Gewoon deeg, koolhydraten. Ik kan het wel, maar ik gebruik altijd bladerdeeg, omdat ik gewoon te lang ben om die deeg te rollen. Het is zo makkelijk. Ja. Als je dat deeg maakt, is echt een van de makkelijkste dingen. En het is echt, als je het maakt, is het zoveel lekkerder dan bladerdeeg. Ja. Okay. Het is voller, rijker, steviger. Ja. En je zit ook sneller vol, sneller dikker. Okay, dat daar ja. laten. Ik zit maar ja. Ja. Nee, dus ja, eigenlijk pastei. Ik probeer wel, maar ik vind het wel oké. Okay, maar omdat mijn moeder het beter maakt, vind ik het niet het lekkerst. Maar ja, gewoon roti, pastei wel. Gewoon kip met ketchup, met kousenband en banaan. Dat, ja, dat is mijn favorite. Bruine bonen. Hakpot omdraaien en opwarmen. Nee. Dat is bruine bonensoep, dat doen we, dat doen wij niet aan. Nee. Gewoon met knapworstjes en kip en wat gooi je? Zoutvlees doe ik erin. Zoutvlees en kip. Ik hou niet van zoutvlees. Maar god, are you? I love it! Oh, I love zoutvlees. I love it. Nee, ik kan, ja. Nee, sorry. Zo spang met zoutvlees en met kip en dan nog die pimentkorrels er doorheen dat je lekker aan het eten bent, zo smakelijk en dat je ineens bijt op een pimentkorrel. Dat vind ik zo irritant. Ja, ja. Oh. Net als wanneer gember. Ja. Ik wil het net zeggen. Met Chinese vruchten. Oh ja. Nee, je neemt toch net de laatste stukje kip op. En dan ineens. Nee, dit is herkenbaar man. Ja. Hey, dat is echt herkenbaar. Dat je echt smakelijk je kip aan het eten bent. Bij je oma of je moeder. En die laatste en dan, stuk bewaar je voor het allerlaatste. En dan is het gewoon. Oh, dit is het hoor. Of fruit. Maar dan is je smaak ook gelijk verpest, hè? Ja, het is verpest inderdaad. Dus net als wanneer je een krentenbol eet. En er zit zeg maar nog een pitch in van de druif. Dat gevoel is het. Ja. Dat gevoel is klopt. Het. Je voelt je gewoon. Klopt. Nee, maar dan nog erger, want je voelt je genapt. Omdat je, weet je, omdat je denkt het is kip. Of je denkt het is kip. En dan is het gewoon een hele andere smaak. Ja, dat is het. Dus eigenlijk nog levels. Ja. Wat maken jullie dan goed? Oké, laat me eerlijk zijn, sardienballetjes. Laat me het gewoon. Ik kan het niet. Sardienballetjes, ja. Dat kan ik lekker maken. En pastei ook. Pastei, dat ben ik gewoon zeker van dat ik dat lekker kan maken. Mm-hmm. En gewoon de simpele dingen. Maar niet dat ik dat lekker kan maken. Ik zeg maar, ik ben nog niet op mijn moeders of mijn oma of mijn tantes level of zo. Maar ik ben bang dat we dat ook nooit kunnen halen. Ja, je moet heel veel meekijken. Ja. Maar ja, dan moet je tijd. Net als echt die koeken, Surinaamse koeken. Oh, echt? Hè? Ik kan ze nog niet maken zoals. Ik kan ze gewoon nog niet maken. Ik kan ze gewoon nog niet maken. Like, ik ben bezig. Ja? Ja, ik ben bezig. Welke gewoon? Nog één? Ja! Oh, je bent echt zo'n boos. Ik denk dat je het allemaal vaak getest. Ja, nog niet? Nee. Maar ik keek wel altijd, ik deed altijd met mijn moeder mee. Hè. Dus als mijn moeder koek ging maken, dan keek ik altijd af van oké, dit moet erin. Maar uiteindelijk, weet je, ik moet het toch zelf gaan doen. Klopt. Ja. Oh, mijn oma. En dan stukjes ananas, maar dan ging ze het stoven eerst. Dit. Wat je nu vertelt. En mijn oma heeft ook altijd van die potten al met zeg maar suiker en amandelen ready. Of suiker en kaneel bedoel ik. Weer gehakte amandelen heeft ze ready. Of die moet ze dan nog maken. Inderdaad, de ananas en zo is ze al ready. Inderdaad, rum en rozijnen heeft ze al ready. En dan, als ze het maakt, dan is het niet zo simpel klaar uit het kees. Maar ze rolt rollen. Al die rolletjes. Je ziet altijd van die dingetjes en dan gaat het in. Ingevet, bakkelijk. En dan eens in zoveel tijd openmaken, weer een beetje nat. Maar ja man. Dat is het hoor. Daar wil ik komen. Daar wil ik naartoe. Nee, echt. Ja. Of op verjaardag gewoon kunnen koken voor een x-aantal mensen. Ja! Dat kan ik echt niet. Laat me gewoon op verjaardag. Mam. Ja, precies! Dat wil ik zeggen! Wat doe je volgende week vrijdag? Dat is dat!
daar wil ik ook naartoe. Ja, ja, toch? Ja, dat je gewoon dat iemand je kan bellen en vragen van kan je voor 20, 25 mensen eten maken. Ja. Maar dat kan ik niet doen bij mijn moeder en mijn oma. Maar... Of wanneer we op een feestje zijn, van wie heeft het gemaakt? Ja, Amanda. Oké. Laten we het even nemen. Wat vinden jullie het meest leuke van Suriname? Mag van alles zijn. Ik heb als ik in Suriname kom, je stapt uit het vliegtuig. Mensen denken, oh, ga je op vakantie? Maar Suriname voelt niet als vakantie. Mm-hmm. Je stapt uit het vliegtuig en je herkent alles. De mensen, de geur, de taal. Ja. Je voelt je gewoon gelijk alsof je erbij hoort. True. En het is ook gewoon een warm welkom. Iedereen is super aardig, ontvangt je super, echt vriendelijk. En het maakt niet uit of je wel of niet vandaar bent. Of je ze wel of niet kent. Ik weet niet, ik vind het gewoon heerlijk. Het is gewoon open. Ja, je kan altijd aanschuiven bij iedereen. Dat is wel zo. Ja. Het is altijd genoeg van alles ook. Ja. Je leert altijd nieuwe mensen kennen, leg altijd weer nieuwe contacten. En nieuwe familieleden. Ja. Dat is echt zo. Oh, is het maar niet bij je? Je niet zo poef. Ja. Is het tante? Ik ken je nog toen je zo klein was. Ja. Ze weten gewoon niet meer wat ze moeten zeggen. Dus ze denken, laat me dat zeggen. Gooi die. En wat is dan het minst leuke van Suriname? Dat je niet vandaar bent. Ja. Ik word altijd gezien als die Holland meid. Ja. En dat vind ik wel minder. Ja, weet ik ook. Omdat ik dan, weet je wat je net omschreef van het gevoel dat je uit het vliegtuig stapt. Dat je denkt, ja, ik ben er. Mijn land. Kies en dan van, Holland meid. Ik kom uit Holland. Oh. Ja. Kom, we gaan dit doen. Maar jij moet betalen. Ja. Oh, nee, dat vind ik het minst fijne. Ja. Nou, insecten misschien. Maar dat is heel vaak de eerste twee dagen. Nee, bij mij gewoon de hele reis. Hele de eerste paar dagen heb ik er echt last van. Dan denk ik, en daarna heb ik zoiets van, oh ja, hier ben ik. Hier, dit ben ik gewoon. Ja. Ik hou niet van die mensen. Kan je Surinaam spreken? Praten? Zeker. Dan heb je over Sranantomo. Het is niet alle niet Saramakaans Alkaans. Nee, precies. Sranantomo. Jawel. Ja? Ja. Doe je het? Je kan het, maar doe je het ook? Ik doe het ook. Ja, ja? Zeker. Het hoort bij me. En nou, misschien wel iets grappigs om te vertellen. Kijk, vroeger mocht ik geen Surinaams spreken. Hmm. Waarom niet? Je gaat naar school, ze vonden van nee, want dan ga je te veel. Ik moet het woord even zeggen. Neger Engels praten. Oh jee. En toen ik 15 jaar oud was, dacht ik van, maar wacht eens eventjes. Waarom spreekt een Marokkaanse jongere wel Marokkaans of Arabisch, hè, met zijn ouders? Ik denk, maar dit is gek. Mm-hmm. Dus ben ik het met mijn moeder gaan bespreken. En sindsdien praat ik Surinaams ook met mijn ouders. Maar dat is misschien ook wel een dingetje van nog vroeger, hè? Ja, is het van ook. Dat je niet je eigen taal mocht spreken. Ja, maar dat is het ook. Ja. Dat is nog zeg maar de koloniale tijd en zo. Zeker weten. Dat allemaal niet mocht. Sowieso mocht je je eigen taal van back from the motherland al niet houden. Sowieso niet. Zo is dat er dan een tongen ontstaan. Ja. En ja, dat mag dan eigenlijk, mocht dan eigenlijk ook niet. Want Nederlands is dan het beschaafde. Dat is het beschaafde. Om te doen. Ja. Om te spreken bedoel ik. Ja. Maar zeg eens iets Surinaams. Hè? Doe eens iets. Weet je, het is net als hetzelfde van wanneer je een rapper bent. Ik rap even iets dan. Doe ze gewoon iets op me dan. Lekker freestyle. Ik zou niet weten waarom. Ik zou niet weten wat. Zeg dat. Zeg hoi. Wat? Dit is on the spot, oké. Kan je Surinaam spreken? Als het zou moeten wel, maar ik doe het nooit. Ah. Maar je wil mij ook niet Surinaams horen praten, want ik heb echt een verkaasd accent. Dus... Maar misschien schapen ons. Ja, nee, maar eerlijk. Maar dat krijg ik toch ook te horen? Dat heb ik ook. Van, aardappel in de keel. Ja. Dat krijg ik de hele tijd te horen. Hé, hey, hallo. Maar mijn oma zou zeggen, maar je verstaat me toch? Ja, dat doet mijn oma ook. Ja, ik kan het ook. En ik zou... Maar je vraagt haar wel. You will not get me to speak. Mi kan tak sranan, maar mi no katake boon ete. Dus mi kan tak sranan, maar verder ga ik niks meer zeggen. Oké, wat zij zegt, maar 10 keer. Kool zijn? Wanneer ben je voor het laatst in Suriname geweest? Oké, luister dan. Maar dan komt wel in Suriname naar boven. Komt tegen. Voor mij is het, ik denk, dit jaar 16 jaar geleden. Oh, snap.
like a long time. 16 jaar geleden. Wow. Oké. Want even uitrekenen welk jaar dat is. 2000. 16 jaar geleden. En jij, wanneer was je voor het laatst? 4 jaar geleden. Oh, dat is niet zo lang geleden. Ik was er 2013, 2014. Dus zeg maar feestdagen. Best time ever om naar Suriname te gaan. Wat doe je voordat je naar een Surinaams feestje gaat? Eten? Ja, nee, niet eten. Je gaat daar eten. Maar sowieso, ik heb altijd geleerd dat voordat ik naar het feestje ga, ik eerst moet eten. Eerst moet eten. Maar dat is ook weer afhankelijk van welk feestje ik ga. Ja, kijk, als ik weet, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, als het zeg maar een tante, verre tante of zo is, dan zorg ik wel dat ik al iets heb gegeten. Je weet ook niet hoe lang je gaat wachten, want dat soms is het eten er, zeg maar. Je weet dat er eten zal zijn, maar dan moet je nog 3 uur wachten of zo op het eten. Dan zit je... Want dan is misschien nog een testing. Ja. Eén, twee, yes. Dan zit je daar met z'n allen hongerig te zijn, heb je alleen nog maar gedronken en misschien die maïzena koekjes op tafel gegeten, alles is op. Je mond is droog, gewoon die maïzena koek op. En dan dus inderdaad, eten. En zorgen dat je er goed uitziet. Nu is wel een grappige vraag. Je hebt een Surinaamse vriend. Ja. Jij hebt een Surinaamse vriend gehad, like back in the day, someday, ooit? Ooit. Ik heb een Surinaamse vriend. Nu is de vraag, heb je toen je een relatie kreeg, of bijna een relatie kreeg, toen je ging daten, gecheckt qua achternaam en bij je ouders of je oma en je tante zo van... Guilty. Is die familie of niet? Ja? Zeker niet. Ik doe je verband. Ja, ik ook, ja? Zeker niet. Stel je voor dat het een neef is. Ja. Stel je voor. Ja. En dan? Je hebt die verhalen hoor, van mensen. Ja, verhalen van mensen. Dat is echt een ding. Gewoon altijd even die check van, zijn we geen familie? Like, legit. Ja, en dan is er groen licht en dan... Ja, dan is het... Oké, en dan nu. De slotvraag. De klapper. Nee, het is niet echt de klapper, maar het is wel de laatste vraag. Wat is je lievelingsmuziek? Surinaamse muziek? Of een band? Of een liedje? Laat me nog even denken hoor. Heb ik eigenlijk niet. Bij mij wisselt het trouwens heel erg. Mijn mood. Dus heel erg, soms ben ik in een La Rouche mood, dan in een Sabaco mood, dan in een DJ Chucky mood. Het hangt er van mijn bij af, denk ik wel. Nee, sowieso vind ik Biggie Poku. Dan ben ik gewoon. Oh, wel. Echt hoor. Ja. Maar ik hou echt ook van een Master Blaster of zo. Ja, ja. Ja, weet je, dat soort muziek. Ja, alles. Ja. Ja, dat je echt denkt van, oh ja. Ja, maar dan denk ik ook weer aan vroeger thuis, weet je wel. Ja. Dat mijn moeder en mijn vader. Of je oma of zo, weet je. Dat je denkt van, oh ja, dit deed mijn oma altijd. Het is een gevoel. Ja. Het is een gevoel. Ja, het is een gevoel. Dat vind ik ook, ja. Het is echt een gevoel. Dat brengt mensen ook samen. Als je in de club bent, bijvoorbeeld gewoon een random club full of all types of people. En er komt ineens een Surinaams liedje op. Wat? Dan ga ik ook gelijk. Suriname tag. Oeh, ik zei het een keer. Dat was een Suriname tag.
Als je de tag wil overnemen, schroom natuurlijk niet. Gebruik dan een hashtag, denk ik. Jawel. Suriname tag. Ja, wat een mooie. Ja, toch? Ja. En tot slot, wie taggen jullie om deze tag als volgende te doen? Ik tag Gwen. Van Hair Crush. Hey girl! You just got a tag! You got a tag! Girl! Wie tag jij? Een goede vraag. Ik laat wel een berichtje achter. Oh, spannend! Spannend! Oeh, verrassing. Ik tag Nagina. Oh, leuk! Je bent zo lekker bezig nu op YouTube. Leuk. Doe de tag. Yes. Love it. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat je nog gaat maken. Ja. Ja, en natuurlijk, weet je, deel deze video, like deze video. Check natuurlijk ook de blogs van Amanda en van Jennifer. Laat een berichtje achter op hun Insta, op hun blog. Something, doe iets, volg ze. Kom kennis maken. Dus dat. En dan was dit allemaal weer, denk ik, toch? Ja, alweer. Volgens mij is het een super lange video. Was hem alweer, het is voorbij gevlogen. Ja, voor ons wel. Ja. Misschien voor jou, ons kijken niet, maar... Ja, leuk. Dus ik wil jullie bedanken. Dankjewel. En ik zie je graag in de volgende video weer terug. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal. Dat is geheel gratis. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van al mijn video's. Wanneer ze er dan weer zijn. En ik zie je graag de volgende keer weer. Ciao, ciao. Doei. Dat was het.